Oké, Koen Groen hier nog steeds op hoogte treinen. Marktkraampjes genoeg met jonge ondernemers. Dit is een ondernemer, het zijn twee ondernemers of studentenondernemers die een stressballetje op de markt hebben gezet. En ik ga jullie even introduceren aan. En mijn naam is Martin Josselet. Goed zo, Martin. Hey, jullie hebben een stressballetje ontwikkeld. Ja. Wat is zo uniek? Je had een niche, hè? Wat is zo uniek aan jullie stressballetje? Een stressballetje is al bekend. Alleen vaak kan je stressballetjes kopen in grote getalen bij bedrijven. Bij ons kan je één stressballetje kopen of twee, in kleine getalen. Een deel van de opbrengst gaat naar het goede doel, naar het Prinses Beatrix Fonds. Oké, netjes. Ja. En je hebt ook een logootje op het stressballetje. Kunnen mensen ook een logootje erop zetten, een eigen logootje? Ja, misschien een ander prijsje, maar tuurlijk. Alles kan, hè? Alles kan. Een logootje die kan je vanaf als je meer dan 250 balletjes wil kopen, dan kan je eigen logo erop zetten. Okay. Dan kan je zelfs een andere kleur balletje. Dan is het helemaal de wens aan de klant. Dat is helemaal goed. En over het goede doel, het Prinses Beatrix Fonds. Ja. Weet je daar het fijne van of moeten mensen dat even online opzoeken? Het fijne is, Prinses Beatrix Fonds, die verzamelt geld voor onderzoeken, naar wetenschappelijke onderzoeken, naar spierziektes. Okay. Dus dat is het fijne. Heel netjes. Dus mensen zijn echt bezig met een goed doel als ze bij jullie dingen afnemen. Ja, zeker. Ja. Hebben jullie een website waar je mensen naartoe wil verwijzen? Wij hebben een Facebook. Ja. Je kan ons vinden op Facebook. Gewoon www.facebook.nl/stressios. Ja. En dan vind je ons gelijk. En dan zie je ook met de link met de Beatrix Fonds. Ja. Zo zie je dat wij met elkaar in contact zijn. Heel goed. Ik ga het ook netjes onder het filmpje zetten. Dus dat ze dat ook netjes kunnen zien. Ja. Ik wens je heel veel succes Dank met wel. Je business. Ja. Ik had je ook gevraagd om ons goede doel te steunen. We zijn met statiegeld en blikjes en flesjes bezig. Vind je dat een goed doel? Ik vind het zeker. Alles moet beter voor het milieu, vind ik. Okay. Want het gaat al slecht en het kan altijd beter, vind ik. Vind ik heel sportief. Okay. Dank je vriendelijk. Achter de schermen praten we wel eventjes door. Okay. Tot de volgende keer. Is goed, dank je wel. Hey man. En tot ziens. Tot ziens.